Welkom bij de vertoning van Corpus Christi van Jan Komasa, een Poolse film uit 2019. Ik ben Anke Brouwers, ik ben filmdocent aan het KASK in Gent. Wybaczyć to nie znaczy zapomnieć. Wybaczyć to kochać. Kochać kogoś pomimo jego winy. Jakby nie była. Żeby proboszcz wrócił, bo ja naprawdę... De film die we vandaag gaan bekijken, Corpus Christi, gaat over Daniel. Het is een jonge man die ontslagen wordt uit een gesloten instelling na een misdrijf uit zijn jeugd. En die in plaats van naar de werkplaats te trekken waar hij wordt verwacht, halt houdt in een klein landelijk Pools dorpje waar men hem onterecht aanziet voor de nieuwe priester. En hij doet er niets aan om dat misverstand terug recht te zetten. Integendeel, hij neemt die rol van priester met veel plezier, passie en overtuiging op. Bo wiecie, w czym jesteśmy dobrze? W skreślaniu. W pokazywaniu palcem. De jonge Poolse acteur Bartosz Belenia speelt de rol van onze valse priester. Enerzijds ziet hij er een beetje agressief en bedreigend uit, maar tegelijkertijd heeft hij iets heel zachts en zelfs bijna engelachtig. Kijk maar naar die diepe blauwe ogen die zowel heel charmant zijn als toch ook wel iets engs hebben. Dus die dubbelzinnigheid van dat personage van de valse priester, van het tricksterfiguur, zien we perfect terug geïllustreerd ook in de fysieke kenmerken van deze acteur. Myślę, kto mógłby mnie zastąpić. No ale co, msze i wszystko? I nie tylko. De katholieke kerk was natuurlijk niet zo opgezet met het idee dat er een film zou gemaakt worden over een valse priester. Je hebt natuurlijk enerzijds dat gênante probleem van dus die echte valse priester, dat regelmatig voorkomt. Maar anderzijds zet het ook een aantal andere zaken erg scherp. Namelijk, je moet in de kerk, een ander woord voor religie, is geloof. Maar van zodra je natuurlijk een persoon die staat of die het geloof representeert niet meer kan vertrouwen, als dat een bedrieger blijkt te zijn, dat zet alles een beetje op losse schroeven. Het zet een beetje scherp dat je je inderdaad moet kunnen leunen op, moet kunnen vertrouwen op de woorden van iemand anders. Om deze reden, omdat ze dus eigenlijk dit soort van gevoelige relatie tussen gelovigen en priester niet willen benadrukt zien, hebben ze alle medewerking met de makers geweigerd. Dus de kerken die je ziet, of de scènes die zich afspelen in een kerk, die zijn digitaal ingevuld, omdat er niet op locatie mocht worden gedraaid. Een schietgebedje voor de vertoning is niet nodig. Dit is een zeer knappe film en ik wens jullie veel kijkplezier.